heb een wet geformuleerd, dat is de eerste wet van Rossum. Hoe hoger de belastingen in een land zijn, hoe gelukkiger de mensen daar zijn. Leuk dat je kijkt naar alweer de 25e aflevering van de Podcast of Hope. En vandaag hebben we in de studio twee hele bijzondere gasten. Jan Terlouw en Maarten van Rossum. Met deze bijzondere gasten gaan wij het hebben over zelfredzaamheid, polarisatie, klimaat en over het belang van democratie en overheid. Podcast of Hope. Moving towards happiness. Nou heren, superleuk dat jullie hier zijn. Normaal gesproken stellen we de gasten voor, maar ik wilde het vandaag iets anders doen. We wilden het vandaag iets anders doen. Als jullie elkaar zouden moeten voorstellen, hoe zouden jullie daar dan aan beginnen? Ik zou zeggen, dit is Maarten van Rossum, historicus en bekende Nederlander. Ja, dat is ruim voldoende. Ja. Ik zou zeggen, dit is Jan. Kom op, dan moet ik kijken. Dat is typisch mijn... Heugen faalt en laat me nu even in de steek. Gewoon Jan Terlouw. Jan Terlouw. Dit is Jan Terlouw. Die natuurlijk, gek genoeg heb ik veel langer Jan Terlouw gevolgd in mijn leven dan hij mij gevolgd heeft. Want hij was natuurlijk al lang een actieve politicus toen ik simpelweg een geïnteresseerde waarnemer van de Nederlandse politiek was. Dus ik heb hem zien worstelen met Van Agt. Dat zal hij zelf ook al niet een hoogtepunt van zijn leven hebben gevonden. En wat toch een heel interessante ervaring is, daar moet ik altijd aan denken als ik Jan Terlouw zie of hoor, dat hij ooit commissaris van de Koningin in Gelderland is geweest, ten tijde van de grote overstromingen. Waardoor mijn moeder geëvacueerd moest worden vanuit het dorp Linde. Sorry. Ja, ik had nog opgezocht of Linde ook wel of niet boven NAP lag. Maar het lag een klein beetje boven NAP, maar kennelijk werden er geen uitzonderingen gemaakt. Dus ik ken Jan Terlouw eigenlijk als een van de meest redelijke mensen die ik ken. Dankjewel. Ja, dat is een mooi compliment inderdaad. Ja. Maar ik kan ook wel even uitweiden over Maarten natuurlijk. Hè? Okay, ja. Als het wat langer mag. Ja, zeker. Hij doet voortdurend uitspraken in het publiek, waar dan wisselend op gereageerd wordt. Maar het blijkt dat ik er bijna altijd mee eens ben. Kijk, vandaar dat ik hem ook zo redelijk vind. Ja. Nou ja, toch, je kunt aan hem lachen en je kunt het ook als een wederzijds compliment zien. Maar er is zoiets als redelijkheid, dat is er. Ja, en heel veel... politici tegenwoordig, vind ik althans, zijn onredelijk. En ook vaak irrationeel. Wat een iets ingewikkelder woord is voor wat in feite hetzelfde is. Het is mijn vaste overtuiging dat als je verstandig nadenkt over bijvoorbeeld maatschappelijke problemen, dat je vrij snel je zult het niet over alles eens worden, maar vrij snel vind je een soort gemeenschappelijk terrein. En ja, daar moet de politiek dan van uitgaan. Daar moet de politiek gemaakt worden. En je ziet ook, jammer genoeg, hoe de Nederlandse politiek zich eigenlijk versmalt. Omdat aan de zijkanten, niet waar vrij grote hoeveelheden gekken tot ontwikkeling zijn gekomen, die onvermijdelijk maken dat het centrum kleiner en meer op elkaar gepakt is. Want daar moet het beleid gemaakt worden. En dat is hopelijk vaak toch vanuit het perspectief van redelijkheid. Maar als ik ben een beta, dus voor mij geldt al heel erg, zoek de waarheid en de redelijke en de logica. Dat is in de geesteswetenschappen vaak moeilijker dan in de beta-wetenschappen, maar toch ook te doen. Ja, ook in de geesteswetenschappen is dat te doen. Zijn bijvoorbeeld, laat ik een raar praktisch voorbeeld geven, is het nuttig? En sociaal wenselijk om de kinderopvang, om die omvangrijk te subsidiëren of zelfs gratis te verschaffen. Ja, want er zijn experimenten gedaan waar je aan ziet dat kost je wel wat, maar dat betaalt zich enorm uit aan het eind van de rit. Namelijk dat mensen iets meer kinderen krijgen, merkwaardig genoeg. Die betalen later belasting, gaan werken, die betalen belastingen. Dit is een Zweeds voorbeeld. En maar als je dat natuurlijk aan conservatieve mensen vertelt, dan willen ze dat soort van dingen nooit geloven. Terwijl ze wel heel erg zijn voor Ik heb een wet geformuleerd, dat is de eerste wet van Rossum. Hoe hoger de belastingen in een land zijn,
hoe gelukkiger de mensen daar zijn. Maar mist er dan een soort toekomstperspectief dat het niet gebeurt? Of hoe ziet u dat? Nee, de dramatiek eigenlijk van de wereld na 1945, laten we het beperkt houden, is dat we eigenlijk eerst vonden, zeker op grond van de ervaringen van de jaren 30, dat we sociaal bezig moesten zijn. Dat de overheid een belangrijke taak had in het faciliteren van een fatsoenlijke en sociaal verantwoorde samenleving. Dat ergens in de jaren 70 onder toenemende kritiek komt. En dan krijgen we een veel neoliberalere inzet, waarbij gezegd werd, en dat is wel een belangrijk punt, dat die verzorgingsstaten, dat die eigenlijk economisch niet goed functioneerden. En dat was simpelweg onjuist. Dat is een bewering die niet gestaafd kan worden. Maar de rendementen voor de rijken zijn slechter. En daar, dat werd leidend principe, hè? En zodoende zijn we met een neoliberaal experiment begonnen. Wat dus heel fijn is voor de bovenste 30% van de bevolking. Maar wat voor een deel van de bevolking helemaal niet fijn is. Denk aan de zelfredzaamheid. Hè, dat is een van Rutte's fameuze uitgangspunten. Uit onderzoek blijkt van het Sociaal Cultureel Planbureau, een heel mooi rapport. Daar kun je niks tegen inbrengen. Dat een groot deel van de bevolking helemaal niet zelfredzaam is op die manier. Zeker de onderste 20-30% is niet zelfredzaam. Ik moet je zeggen, ik ben ook helemaal niet zelfredzaam. Maar zijn ze dan niet zelfredzaam of besluiten ze dat of weten ze gewoon niet hoe dat moet? Nou, bijvoorbeeld de overheid heeft een enorme digitale schil om zichzelf heen gebouwd. Die voor heel veel mensen lastig te nemen is, waar ze niet veel van begrijpen. Neem het DigiD-nummer wat ik probeerde aan te vragen, dat is mij niet gelukt. En hoe kwam dat? Je bent ook wel erg stom eigenlijk. Hoe kwam dat? Omdat niemand mij had verteld dat ik zo'n oud social service nummer heb, dat ik er geen nul voor had. En je moest er tegenwoordig een nul voor zetten, maar niemand heeft mij dat ooit verteld. Het stond ook niet in de instructies van de aanvraag DigiD-nummer. Dus ik heb een middag geworsteld en toen een brief geschreven aan de heer Rutte dat ik niet zelfredzaam was. En als ik het niet ben, nou... Ik loop ook voortdurend vast. Ja. Ik moest pas mijn bankrekeningnummer aan de Belastingdienst opgeven. Ik heb geworsteld met de digitale methodes die werden voorgeschreven. Het is me niet gelukt. Ik heb uiteindelijk een brief geschreven. Mensen, ik kan dit niet. Ja. Hier is de ouderwetse methode per brief. Ja, zo is het. Krijgt u daar een reactie op? Nog niet gekregen. Ja, die krijg je ook niet, hoor. Krijg ik niet? Nee. Maar misschien dat ze het bedrag dat ze me schuldig zijn uit gaan betalen. Wie het woord klantvriendelijk, dat bestaat bij de bankiers al lang niet meer. Nou, bij de bankiers, daar ben ik niet met je eens. Nee? Nee. Bij de overheid is het wat anders, maar... Nou, ik vind de bankiers ook niet klantvriendelijk. Ik heb over mijn bankier niet te klagen, moet ik zeggen, hoor. Die is altijd gereed gestaan om me te helpen. Weet je hoe dat komt? Nou? Nou, omdat hij jou een hele belangrijke klant vindt en hij weet wie je bent. En het zal helpen. Hij is die van onder de indruk. Maar als jij een andere naam zou kiezen, dus Jan Jansen bijvoorbeeld, en onder die naam met licht verdraaide stem zou bellen, dan ben je ook de 17 in de wachtrij. Wie weet. Nou, we gaan het ook vooral hebben over geluk, deze aflevering. Ja. En volgens mij geluk is tegenwoordig echt een hot topic. Je hebt magazines zoals The Happiness, je hebt podcasts zoals deze, zelfhulpboeken. Is het eigenlijk iets van alle tijden? Of is het echt iets van nu dat mensen bezig zijn met gelukkig proberen te worden? Ik weet niet of mensen proberen gelukkig te worden anders dan vroeger. En waar blijkt dat uit volgens jullie? Nou ja, vooral de opkomst van het thema geluk in vooral sociale media en andere media. Ja, en inderdaad de zelfhulpboeken. Maarten, u heeft zelf ook een boek over gelukkig worden geschreven. Ja, ik heb geschreven. Een boek geschreven, wat is geluk? Maar bij mij is dat vrij simpel. Ik heb gewoon een heleboel vooral Amerikaanse boeken gelezen over wat geluk zou kunnen zijn en hoe je dat zou kunnen bereiken. En zo een soort modelletje beschreven van wat de meeste mensen denken dat geluk is. Maar ik heb zowel aan het begin als aan het eind gezegd dat geluk een uiterst subjectief soort van gevoel is.
Ik word gelukkig van dingen waarvan ik zeker weet dat vele Nederlanders er niet gelukkig van worden. En omgekeerd. Je hebt heel veel Nederlanders die met enorm veel emotie kijken naar de beste zangers. Naar het programma De Beste Zangers. Ah. En ik vind het een stuitend programma. Vol met valse emoties en valse tranen. Maar worden ze daar gelukkig van door daar naar te kijken? Ja, dat denk ik. Of eventjes lekker goed voelen? Dat denk ik eigenlijk. Ja. Ja. Dat kan ook. Maar goed, dan lopen we aan tegen de kwestie van hoe definieer je geluk? Wat is geluk precies? Ik denk dat ik gelukkig ben als er iets lukt. Als iets geslaagd is. Als een boek het goed doet of als een toespraak gelukt is. Het kunnen ook kleine dingetjes zijn als iets lukt wat ik me voorneem. Ja, dus als er werk in is gestopt en dan is het gelukt. Ja, het zit ook dan voel ik me even tevreden en content. Ja. Gelukkig kun je misschien noemen. Maar ik word natuurlijk ook gelukkig als een klein kind een gezond kind baart. Als dat gelukt is en het kind is gezond en de moeder is goed. Ja. Voel ik me ook wel even gelukkig, ja. Het zijn echt momenten dus. Het zijn momenten, ja. Ja. En toen u actief was in de politiek, was geluk toen een uitgangspunt voor politici? Nou, je hebt het op kleine schaal. Als er politiek iets gelukt is weer, dan voel je je tevreden en gelukkig. Voor de mensheid geluk. Ja, ja, ik heb wel vaak gedacht, we definiëren het altijd met groei en met winst enzovoort. Dat maakt helemaal niet gelukkig. Mensen zijn gelukkig als ze gezien worden. Als ze mee mogen doen. Als ze herkend worden. Als hen iets lukt. Dan zijn ze gelukkig. En daar zou de politiek dus meer naar moeten streven. Ja, dus de politiek heeft er wel een rol in. Wat zegt u? De politiek heeft er wel een rol in. In het heeft daar een rol in, ja. Om mensen gelukkig te krijgen, ja, denk ik wel. Erbij horen. Ik denk zo'n overheid op het ogenblik die de burgers zo weinig ziet, dan doet de overheid het tegenovergestelde van mensen gelukkig maken. Denk ik. En hoe zou je dat kunnen oplossen? Door middel van bijvoorbeeld transparantie? Of? Nou, bijvoorbeeld burgerberaden instellen. De mensen mee mogen doen. Ik denk dat ze daar heel tevreden en gelukkig van worden. Het blijkt ook dat het functioneert. Ja. En ook mensen niet alles tot in detail voorschrijven. Zeggen, dat en dat gaan we doen. En hoe je het doet, zoek dat maar uit. Dat kun je best. Ja, dan worden mensen veel gelukkiger dan dat je zegt, en denk eraan dat je aan de regels houdt. Hè? Dus toch nog een klein beetje zelfredzaamheid. Een beetje, ja. Ik denk dat mensen zelfredzaam, dat ze gelukkiger worden. Ja. Ik heb het heel veel aan medewerkers gemerkt. Ik heb heel veel verschillende medewerkers gehad. En op het moment dat ik zeg, dat kun je best, dan doen ze het voor je. Als je zegt, denk eraan dat je aan de regels houdt, dan voelen ze er minder voor. Ja, ja. Ja. Ja, dan zitten ze, ja, natuurlijk, dat komt wel. Ja. Ja. Ja, en u als historici, of historicus, pardon, waren mensen vroeger gelukkiger dan nu? Of andersom? Nee, ik denk dat je dat absoluut niet kunt zeggen. Ook, dat valt ook niet te onderzoeken trouwens, dan zou je, er is vroeger geen geluksonderzoek gedaan. Nee. Dat is typisch een modern soort van onderzoek. Er zijn de bekende tabellen van land, waar zijn mensen het gelukkigst? Het is een bekend lijstje, er staan altijd dezelfde landen in de top 10. Kan ik je zo vertellen, dat zijn de Scandinavische landen. Nederland staat meestal 6 of zo. Dan heb je dan Zwitserland, Canada en Australië en dan de hele rest hangt daar ver onderaan. En de kinderen zijn in Nederland het gelukkigst. Want dat schijnt vanwege het jeugdjournaal te komen. Echt? Wat ik overigens een prima instelling vind, het jeugdjournaal. Omdat het vaak niet de fouten maakt die het grote journaal maakt. Mijn oudere tantes keken altijd naar het jeugdjournaal. Omdat daar, als de woorden CAO vallen, waarvan zij niet wisten waarvan het een afkorting was, dan werd het in het jeugdjournaal altijd gezegd dat dat een collectieve arbeidsovereenkomst is. En zo hoort het ook te zijn. Let maar eens op hoeveel afkortingen er in het journaal gebruikt worden, waar de meeste kijkers niet de flauwste zoegen van hebben wat het zou kunnen betekenen. En daar hoor ik ook bij. Nou, kijk. Wat zijn nou weer die... Ja, zeg nou even wat het is. Precies, maak het duidelijk. Dat is elke docent zal je vertellen dat je dat natuurlijk moet doen, omdat anders raak je de mensen kwijt. Ja, geluk, dat is bij mij toch vrij egocentrisch
opgesteld. In die zin dat ik... Ik maak elke ochtend een wandeling. Nou, ochtend, ik ben in het algemeen heel laat uit mijn bed. Maar daarna maak ik een wandelingetje in het park. En dat kan mij enorm gelukkig stemmen. Hoe minder druk het is, hoe beter. Dan zie je ook al aan hoe egocentrisch ik eigenlijk ben. Het park zit soms echt mutvol met mensen die pizza's eten. En op een scootertje rondrijden, dat vind ik niet zo fijn. Maar er zijn tal van kleinigheden die mij wel gelukkig stemmen, ja. Zonder meer. Ja, ik vind het interessant. Maar het probleem is dat je dat geluk en tevredenheid, dat is een in elkaar overlopend spectrum van emoties. Dus ja, kijk, tevreden. Ik geloof dat ik meestal wel, even afgezien van de infrastructurele problemen van onder Arnhem, ben ik wel een gelukkig en een tevreden mens. Maar en ook geprivilegeerd in die zin. Ik kom uit de Nederlandse, ik denk dat je kunt zeggen, upper middle class. Ik heb nooit gebrek geleden. Het was vanzelfsprekend dat ik naar scholen ging. Ik kon ook nog aardig leren. Je hebt kansen gekregen, ja. Hè? Ik ben wel geplaagd, dat moet er even bij gezegd worden. Ik ben geplaagd in de lagere schoolleeftijd. Dat vond ik niet leuk. Nee, dat is het natuurlijk ook niet. Maar heeft dat u wel uiteindelijk gevormd? Of? Niet zo. Het wordt vaak een beetje overdreven. En vooral mijn zuster heeft er een heel spiel van gemaakt. Die zegt ook altijd, het is net de Heer Jezus eigenlijk. Ja, omdat ik nooit terugvocht. Waar werd je mee geplaagd, Maarten? Ja, met alles eigenlijk. ik was een zonderling ventje. Ik hield niet van voetballen. Ik hield van lezen. Mijn moeder heeft nog wel eens tegen mij geroepen. Ga toch eens buiten spelen zoals gewone kinderen. Je was anders. Ja, ik was anders. Dat is het. En zelf vind je dat niet leuk dat je anders bent. En bovendien besef je dat niet. Maar goed, toen kwam ik op het gymnasium en daar wemelde het van jongetjes zoals ik. Dus toen was het wel over eigenlijk. Dan ben je opeens niet anders meer, nee. Nee, nee. En wij hadden dan gewoon gezamenlijk hekel aan de hockeyjongens en zo. En aan de lawaaimakers. Dus zeg, vanaf mijn 14e heb ik eigenlijk niet veel problemen mee gehad. Ja, dat is een soort van gemoedsrust die dan ook bij geluk komt kijken, denk ik dan. Ja. Dat je daar niet meer druk over hoeft te maken, dat je wordt geplaagd om dingen. En... Wat mij altijd veel gemoedsrust heeft gegeven, is dat ik makkelijk leerde. Dat je gaat dus, we slaan die farmacie even over. we gaan geschiedenis studeren. Ja, ja. En dat je eigenlijk al binnen 3 maanden had ik in de gaten, nou, dit is echt... Ik kan echt 6 jaar gaan doen waar ik zin in heb, want dit is een fluitje van een cent. Is dit. Het sluit precies aan op die dingen die ik goed kan. Ik kan goed lezen. Moet je ook jullie knikken zoals dat het vanzelfsprekend is. Nee, deze mensen kunnen helemaal niet lezen. Goed geheugen. Ik heb een heel goed geheugen, dat speelt ook wel een rol. En ik heb een zeker talent, denk ik, om maatschappelijke of historische situaties te doorzien. Om te zien wat van belang is en wat niet van belang is, hoe het structureel in elkaar steekt. Zoiets. Dus ik voelde direct eigenlijk, toen ik geschiedenis ging studeren, dat was dus voorjaar 63, dacht ik van zo, dit past mij wel. En nog, ik vind niets is leuker dan een boek lezen over iets wat je interessant vindt en waar iets in staat wat je eigenlijk niet wist, of wat je niet op die specifieke wijze bedacht had. Dat je denkt, en dat kan je... Als je echt iets nieuws leest, dat kan zo opwindend zijn. Sta je op. Heerlijk. En dan moet je even rondlopen. Je moet even het geeft enorm veel energie. Je denkt natuurlijk ook wel dat ik dat niet zelf bedacht heb. Dat heb ik wel, dat heb ik wel vaak gehad, ja. Maar iets doen waar je helemaal achter staat, wat je superleuk vindt, dat is denk ik ook heel belangrijk voor geluk. Ervaart u dat ook zo, Jan? Als je wat doet? Iets wat je gewoon heel leuk vindt. Iets waar je helemaal achter staat. Een soort van passie. Ja, toch is het niet het eerste wat ik zou bedenken, hoor. Ik nog even aansluiten op wat Maarten zegt. Ik was in de oorlog een kind. En er was helemaal niks, hè. De één ding was er, boeken. Mijn ouders zorgden dat er boeken waren. En daar werd ik echt gelukkig van, dat ik kon lezen.
Dat is verrukkelijk, al die boeken lezen. En het is vreselijk dat het 's avonds donker werd en dat er geen licht was. Ja, ja. En je had natuurlijk ook geen zaklantaarn om onder de dekens. Ja, maar zaklantaarns hadden we ook niet. Want er waren geen batterijen. Hadden we een karbietlamp. En er waren allemaal van die hongerlijers die kwamen op bezoek. Zaten met een lichte karbietlamp. En dan werden ze tenslotte naar matrassen op de zolder gestuurd. En dan was dat kleine lichtje nog. En dan ging ik nog even een half uurtje bij het laatste lichtje nog even een half uurtje lezen. Daar werd ik heel gelukkig van, dat weet ik wel. En wat las u dan? Wat ik had. Wat u las? Ja, wat las ik? Carl May en Alleen op de wereld van Hector Malot en zo. Dat soort prachtige boeken. Ja. Zeg me eerlijk gezegd niet zoveel. Nee, dat begrijp ik. Het is heel tragisch dat een deel van de jeugdliteratuur die je zelf gelezen hebt, dat die als het ware onder de horizon zakt. Ja. Ik had me enorm verheugd op het voorlezen van mijn eigen jeugdklassiekers aan mijn kinderen. Wat ik dus ook gedaan heb. Ook als ze het niet zo leuk vonden, heb ik het gewoon gelezen. En Niels Holgersson bijvoorbeeld, wat voor mij echt een fantastisch boek vond ik dat. Geweldig. Ja, wel, weet ik, het al 6 keer gelezen of zo. Ah, dat ken ik wel. Want als kind herlees je ook veel makkelijker. Hè? Er zijn boeken die ik echt die ik moeiteloos 5 keer achter elkaar gelezen. Oh ja, ik ook, ja. Kon-Tiki-expeditie daar, dat moet je mij echt voor wakker maken. Ik weet nog, als ik griep had en dan kwam mijn vader en die greep dan een van de boeken van mijn boekenkastje, dan las hij een zin van een willekeurig en dan zei hij, staat het op een linker of een rechterblad, zei. En ik wist het altijd. Zo goed kende ik die boeken. Goed geheugen. Ja, die boeken die maken indruk. Die. Ja. Ja. Maar de rest van Niels Holgersson. In Niels Holgersson komt een vos voor, Smerig heet. Die heeft een heel slecht karakter. Dat vonden de kinderen erg leuk. Maar veel van de landschapsbeschrijvingen, dat vonden ze niet veel zaak eigenlijk. Dat vond ik, Winnie de Poel, wat ik zelf als kind heel erg leuk vond, vonden zij ook leuk. Dus dat is een soort, daar is een soort eeuwigheidswaarde. Tijdloos. Ja, ja, maar dat zijn van die boeken die hebben een laag. Die heel moeilijk te definiëren. Ja, je kunt het lezen als je 5 bent. Je kunt het lezen als je 80 bent. Het maakt eigenlijk niet zo verschrikkelijk uit. Maar ik heb ze ook de hele Lord of the Rings voorgelezen. Alle 12 vonden. Voorgelezen? Ja. Wat vonden ze daar dan van? Nou, spannende momenten vonden ze het wel leuk. Ja. Maar zij waren enorme liefhebbers van Roald Dahl. Oh ja. En ik was weer in veel mindere mate een liefhebber van Roald Dahl. Ik vond dat vaak een beetje hetzelfde bezwaar wat ik had tegen dat Zweedse meisje met die vlechtjes, hoe heet het? Pippi Langkous. Dat gedoe van, we gaan even stout doen. We gaan iets stouts doen. Nee, dat moet, je had het niet georganiseerd, iets stouts doen. Dat kan gebeuren door omstandigheden, maar niet, we gaan eens even lekker stout doen. Ja. Of al die boeken over echt scheidende ouders en zo, dat is natuurlijk allemaal moderne. Daar heb ik niks mee eigenlijk. Ik vond, wat vond ik leuk. Nou ja, ik kan me nog herinneren als de dag van gisteren dat die Lord of the Rings, dat is vertaald, heel goed vertaald in het Nederlands. Die man heeft ook een prijs gewonnen daarmee. En eerst was het eerste deel. En wij hadden dat ontdekt op de openbare leeszaal. Welk boek? De Lord of the Rings, In de Band van de Ring. Oh ja. Van Tolkien. Ja, ja, veel literair geschoolde mensen vinden dat niks. Die vinden het een fascistoïde kaboutersprookje. Dat is het ook in allerlei opzichten, maar dat is toch een heel erg spannend verhaal. Ik heb ze nooit gelezen. Nee? Nee, nu moet je het niet meer doen. Nee. Mijn theorie is dat je moet het in de puberteit lezen of als groot kind. Maar heel veel mensen die het lezen voor het eerst lezen als volwassenen, dat werkt niet, naar mijn idee. Dus ik zou het zo laten. Heb je de films ook niet gezien? Nee. Oké, dat moet je ook niet zien dan. Oké. Heel goed. Kost wel een stuk minder tijd natuurlijk. Dus dat maar zou nog kunnen. Nou, ik ken die hele jeugdliteratuur slecht omdat ik altijd verhalen vertelde en niet voorlas. Dus dan las ik ze niet voor. Ja, en ze vonden ook het leukste als ik een verhaal vertelde. Ja, dat is. Dat vonden ze het verhaal is zoiets ongelooflijk moois in de literatuur. In de geschiedenis van de mensheid. Hè? Als je een verhaal vertelt, dan ben je meteen dicht bij elkaar. Op de een of andere manier. Ja, je hebt de aandacht. Je hebt meteen aandacht. Je bent heel dicht bij elkaar. Ik heb de kinderen altijd verhalen verteld en het is een prachtig middel in de opvoeding. Als een kind iets doet wat je niet goed vindt, kun je straffen, maar straf ze met een verhaal waar dat in voorkomt, waardoor het bespreekbaar wordt.
Daar heb ik nooit zo aan gedacht om ze daarmee te bestraffen. Ja, daar komen misschien wel heel veel van die Duitse sprookjes komen daar vandaan. Uit dat idee misschien. Die gruwelijke versies ervan. Ja. Ah, wacht even, dat vinden wij gruwelijke versies. Ja, dat klopt. En die zijn gekuist in de 19e eeuw door de burgerij ze ging lezen. Maar die verhalen, die weerspiegelen een gruwelijke wereld. Ja. Je moet, de middeleeuwen waren geen prettige tijd. Dat moet je niet denken. Ook leed en pijn en de vroege dood en al dat soort van dingen. Dat was toch toen een heel... Je zijn er nu nog, maar wij donkere manen ze deels. We willen het ook niet zien. En bovendien leven wij in een wereld waar dat veel minder is dan, laten we zeggen, in de middeleeuwen was. Die meeste van die verhalen dateren uit de middeleeuwen. Zou het niet juist belangrijk zijn om dan dat contrast te zien? Dat je bijvoorbeeld die sprookjes zo gruwelijk houdt, zodat je weet hoe goed je het nu zou hebben? Ja, dat weet ik niet. Ik vind veel gewelddadige films van tegenwoordig, die wantrouw ik. Dat is naar mijn idee, zit daar ook een element van sadisme in, waar ik niet graag naar kijk. Ik hou ook van happy end, eerlijk gezegd. Het gedoe dat alles slecht af moet lopen en zo. Moet, ja, precies, want anders is het niet artistiek verantwoord. Precies. Nee, maar ik vind happy end, dat moet je je lezer niet aandoen, dat het slecht afloopt. Nee, precies, dat vind ik ook. Ja, je bent een goed einde verschuldigd eigenlijk. Ja, vind ik wel. Ja. En u zei dat u vroeger dus echt een passie had voor boeken. Dat heeft u echt geholpen. Is dat ook de reden dat u kinderboeken bent gaan schrijven? De reden daarvan is verhalen. Ik vertelde de kinderen altijd een verhaal. Iedere avond voor het naar bed gaan, verworven recht. En mijn vrouw luisterde altijd mee. En die begon steeds indringender te zeggen, Jan, je fantasie groeit en groeit, schrijf op. Ik zei, joh, ik ben natuurkundige, schrijf toch uit. Ik doe kernfusieonderzoek. Schrijf op, schrijf op. En toen ik dat eindelijk na 10 jaar ging doen, en in no time een paar gouden griffels won. Ja, dat is verbazing van mijn leven. Ja. Dat is heel verbazend geweest. Ja, een soort van goudmijntje, die fantasie, denk ik. Ja, op de een of andere manier. Je hebt er heel ontzettend veel aan fantasie. Ja. Ja. Maar u zegt net, u bent dan natuurkundige. En ik vraag me altijd af hoe u in de politiek terecht bent gekomen. Ik deed kernfusieonderzoek, dat begon in Nederland in 1958. En toen was de voorspelling, over 30 jaar zal het gelukt zijn om de zon na te doen op aarde, kernfusie. Ah. Toen ik dat 13 jaar had gedaan, was nog altijd de voorspelling over 30 jaar. 30. Het is nu 2021 en nog altijd is de voorspelling over 30 jaar. Ja. Je kunt je voorstellen, toen ik 35 was, ik dacht, ja, ik ga dit niet meer meemaken. En ik begon daardoor genoeg van te krijgen. En daarom ben ik toen, en D66 werd net opgericht. En toen ben ik daarom in de politiek gestapt. Ook al omdat ik door de oorlog politiek altijd nog heel belangrijk vond. Ja. Ik heb zo bewust meegemaakt wat het betekent om weer een overheid te hebben die er voor je is. En die niet je vijand is. En om samen afspraken te maken, dat doen we wel en dat doen we niet. In een democratische besluitvorming. Dus bescherming van de democratie. En dat had D66 in zijn filosofie zitten, in zijn ideologie. Dus toen ben ik in de politiek gegaan. Is het huidige politieke landschap nog een beetje te herkennen voor u? Of zijn bijvoorbeeld de ideeën die u toen graag in wilde voeren? Misschien dat er daar nu helemaal geen reden meer voor is? We hebben D66 wilde de zuilen afbreken. Ja. Een katholieke zuil, 3 protestante zuilen en een socialistische zuil. Er was zelfs nog een klein communistisch zuiltje toen. Hm. Nou, is dat even gelukt zeg. Moet je de verkruimeling nu zien. Hè? Ja. 19 fracties in de Tweede Kamer. Zouden er 19 onderscheidbare ideologieën zijn? Het is 1 grote tweespalt in de samenleving. Het is polarisatie. Ja. Dus ik herken de politiek heel slecht. En wat zouden we daar eigenlijk tegen moeten doen? Is dan bijvoorbeeld een kiesdrempel een idee? Of zou er echt een mindset moeten worden veranderd bij mensen? Mijn politieke slagzin is altijd geweest, het hebben van plichten is een recht. Je hebt recht op rechten natuurlijk, vanzelfsprekend de burgerij. Maar net zo belangrijk is het hebben van plichten. Dan hoor je erbij, dan mag je verantwoordelijkheid dragen.
En daar worden mensen gelukkig van. En met elkaar zijn, met elkaar spreken, met elkaar oplossingen zoeken. En als je alleen maar polariseert en het oneens bent, worden mensen niet gelukkig van. En daar los je ook niks mee op, denk ik. Nee. Door ze alleen maar rechten te geven, worden ze als het ware, ja, hoe zeg je dat, bijna verwend? Misschien? Ja, alleen maar rechten is niet goed genoeg. Je moet ook plichten hebben, dan heb je verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid heb ik altijd een van de allermooiste en belangrijkste dingen gevonden. Ja. Omdat je dan meetelt. Omdat je dan moet nadenken. Omdat je in het leven moet blijven staan. En daar kan je een samenleving op bouwen natuurlijk. Ja, ja. Verantwoordelijke mensen, ja. Bedankt voor het luisteren naar de 25e aflevering van de Podcast of Hope. Namens het podcastteam willen we jullie allemaal bedanken voor het luisteren, het delen en het liken. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter. En zijn we op weg naar een utopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving Towards Happiness.